Rugby Den Helder organiseerde zaterdag een rugbytoernooi op de linievelden. Jeugdige rugbiers uit heel Nederland kwamen naar Den Helder toe. Het is dus door ons georganiseerd en Sevens is eigenlijk dat je 7 tegen 7 rugby speelt. En het is dus best wel zwaar omdat je gewoon een even groot veld hebt als 15 tegen 15, dus je moet veel meer rennen. Het is de jeugd, het zijn de junioren. Dus leeftijdklassen van 14 tot 16. Dus die zijn hier met de ouders, de begeleiders en dergelijke. En als je kan zien, volle bak. Het rugby is verdeeld in voorwaarts en drie kwartjes. Dat dus bestaat uit grote jongens die graag beuken. En wat magere jongens, of vaak langer en behendiger. Die vaak al het beenwerk er snel doorheen rennen. Maar het is belangrijk dat je de voorwaarts en drie kwartjes, zoals wij dat noemen, goed samenwerken. En vooral in dit spel als sevens is het heel belangrijk dat dat gebeurt. Ja, en gebeuren er nou veel ongelukken tijdens zo'n wedstrijd? Tuurlijk, het is een sport waar je al tegen een stootje moet kunnen. Alleen je traint erop. En laten we wel wezen, de meeste rugbyers houden wel van een kleine beuk uitdelen. Hoe denkt u dat we rugby meer kunnen aankaarten hier in Den Helder? Den Helder is natuurlijk altijd lastig, want je bent een eindstad. Hè? Hierna komt Texel. En alles beneden Den Helder heeft al de mogelijkheid om naar een rugbyclub Schagen te gaan. Of nog lager naar Rugby Alkmaar te gaan, Kastricum. Dus Den Helder is echt aangewezen eigenlijk op de mensen uit Den Helder. Ja, wanneer zijn jullie begonnen met rugby spelen? Ik denk toen ik... 8 jaar geleden, denk ik. Hetzelfde ongeveer. Ja. Bij mij ook 6, 7 volgens mij. Ja. Want hoe waren jullie daarbij gekomen? Door mijn broer. We reden langs mijn club en hij wou heel graag proberen. En toen vond ik het ook wel leuk. En toen heb ik ook geprobeerd en nu speel ik nog steeds. Door een vriendinnetje. Mijn vader die had mijn moeder gezegd van je moet rugby. Dus toen ging ik proberen. Het was superleuk. Dus ik dacht, ik ga erop blijven. En toen zat ik eerst op Voorburg en daarna naar RC toe gegaan. Het is natuurlijk altijd een kleine onbekende sport. Iedereen gaat voetballen of basketbal en dergelijke. Alleen soms dan druppelen er kinderen door die zeggen, hey, rugby is echt een superleuk sport. En als dat eenmaal bekend is, ja, dan blijf je, heb je ook wel blijvers ook. Zeg maar. Wat is jullie tactiek? Uitpasen en vooral snelheid hebben. Gewoon keep it simple. Keep it simple.